Check Louise, een nieuwe Stees. Zeg ik hier aan de kijkers drie redenen waarom dat ze Kendama moeten beginnen spelen. Omdat je kunt dat overal doen, waar je ook staat, kun je Kendama spelen. Woo! Party! Een hele goede morgen zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen. Het is vandaag een grijzig dagje. Hoppakee, jullie zien het. Niet zo top weer. En het is vandaag ook Kendama Jam. Er is vandaag een Kendama Jam in Antwerpen. Ik ben super benieuwd. De homies gaan ook. De homie Grain, Louis en Charles, als ik me niet vergis, a.k.a. Hippie. Ik ga deze Kendama unboxen om vandaag mee te spelen. Ik denk dat het wel nice is om met een frisse Kendama op een jam toe te komen. Voor de mensen die niet weten wat dat een jam is, dat is eigenlijk een bijeenkomst waar dat iedereen gewoon lekker gaat spelen. Deze Kendama wou ik al zo lang en ik had hem al eventjes aan de kant gelegd voor een speciale gelegenheid. Hoe vet is deze niet? Heel simpel. Het voordeel van dit soort is ook, er staan niet veel tekeningen op en dat betekent ook dat hij mooi blijft. Als er een tekening op staat, dan blijft hij minder mooi en deze gaat mooi blijven. Yes, ik ben wel stoked. Het is exact dezelfde shape als de Bonza. En de Bonza is toch wel een van de beste Kendama's dat ik ooit mee heb gespeeld. Hoppa. Hier kijken wat voor stickers aan erbij zitten. Dat is ook altijd super cool. Je kan dit dingetje ook eruit nemen. Dit heeft een stippenlijn en je moet dat zelf niet knippen. Je kan gewoon duwen en dan heb je dat ventje. En dan kan je dat ergens zetten. Hoppakee, een extra touwtje. Nice. Hop. En de stickers zijn altijd super hard. Deze klassieke chrome sticker. Boom. Boom, wat, die is echt hard. Yo, deze. Hoe vet is deze sticker niet, what the fuck. Oké, nice. En deze, super dik. Hoppakee. Er zit ook een poster bij. En op de achterkant van de poster staan altijd zo de favoriete gadgets van de pro-speler. Zo'n beetje de essentials. Ik vind het altijd wel cool om te zien. Yes, oké. Ik ga vertrekken. Ik ga mijn auto nemen en we gaan richting Antwerpen. Het is nog eventjes rijden en binnen een uur begint die jam al. De homies gingen om 12:30 vertrekken. Het is nu 12:26, dus ik denk dat we ongeveer op hetzelfde uur aan toe komen. Let's go. Yo. Bunny Vlas represent. Welkom in Antwerpen. Yo! Ça va, met jullie? Woe! Dikke swag! Weer al aan het roken? Ja. Godverdomme! Ik snap een auto, hè? Met de hoeveel likes ga je een week stoppen met roken? Met de 40. 8500. Met de 8500 likes. Ja. Een week stoppen met roken. Ja. Bijna een match met de auto. Ja, ja. Jullie zijn bijna even lelijk. Hey, rot. Bijna even lelijk. Bijna even lelijk. Bijna even lelijk. Ah. Hoi. Een keer de shower hebt. Check. Louise, een nieuwe Stees. Check Louise, een nieuwe Stees. Aan het turnen. Dat is de bunny shoe. Ja. We zijn toegekomen in het stadspark en
Dit is toch wel de vetste plek van de stad, toch? De eerste plek tot nu toe dat niet stinkt, is het stadpark. Heerlijke boslucht, sowieso. Als het goed is de Kendama-sessie hier ergens in het midden van het park. De homies met de hond, die komen achter. Wij waren nog een broodje gaan halen. Hoppa. Waar is de sessie? Waar is de sessie? Fatsi! Boom! Hallo, hallo, mag ik even een paar vragen stellen? Mag ik iemand even een paar vragen stellen? Ja, en? Hier. Ja, sowieso. Hippie. Hippie. Ja, ja, hippie. Kom aan. Kom aan. Kom aan. Kom aan. Opstaan. Kom aan. Korte vragen. Als je stoel kan, die mevrouw. Dat is niet erg. Kom aan. Je kunt het. Hey, help de mensen. Help de mensen. Hier, hij is een YouTuber. Je moet... Nee, ik moet dat hier filmen. Ik moet dat hier filmen, man. Oh, kom. Oké. Heb jij het zicht? Ja. Ja, ik heb niet zo'n vraag. Ik ben ook een paar. Wat? Hey, dat is echt een nice maat. Ik dacht al, wat een misvormde kendama is dat? Dat is een lunar kendama. Ja, nu kan je eindelijk lunar. Ja, je kan first try, man. Mario kan game with Axel, hij is helemaal dead. Oh, shit. Ah ja, dat is de kleinere versie. Ja, dat is ook even oud. Ja. Wat is dat waarschijnlijk een mannetje, of niet? Nee, maar... Oeh, ja. Yes, I got it. Het is ondertussen al avond en we hebben hier super lang kendama gespeeld. De community is echt wel nice. De topspelers van België waren aanwezig. Een paar hele zotten van Nederland ook. En echt wel nice om nieuwe mensen te leren kennen en 4 nieuwe tricks te leren. Je krijgt echt tips constant en de vibe was echt dik. Hebben jullie genoten? Super nice. Ja, het was wel nice, hè? Welke trick hebben jij geleerd? Can flip juggle. De dikke vibe toch wel. Welke cool om ze met de community samen te komen. Ja, hè? Normaal zie je iedereen op Instagram en nu zie je ze een keer in echt. Ja, inderdaad. Hoppa, wij gaan iets gaan eten. Dat gaan wij doen. De homie Hippie is door. Hippie, tot de volgende. Tot de volgende. Heb je het naar je zin gehad vandaag? Ja, we hadden jullie dag, hè, man. Ja? Zeg ik hier aan de kijkers 3 redenen waarom dat ze kendama moeten beginnen spelen. Omdat je kunt dat overhouden, waar je ook staat, kun je kendama spelen. Dus stap 1. Stap 2 is, is gewoon, ja, die shit, ja. Consistency, alles train je. Je traint van alles dat goed is voor je. Motoriek. Satisfying, ja, feeling. Alles gewoon, alles. Een gevoel dat je iets bereikt hebt. Doorzettingsvermogen. En ja, minder naar de tv, ik heb minder naar je gsm. Ik krijg van heel een dag misschien 10 minuutjes dat mijn gsm zit.
Nice. Dus dat weer zin, hun door nice. Dat is wel dik. Ja, maar ja. Ik heb ook heel veel homies dan me sturen en ook ouders van homies die dan me sturen en me bedanken omdat hun schermtijd nog nooit zo laag is geweest. Dus homies, fuck de smartphone. Ga Kendama spelen. Wij gaan iets gaan eten. Ik denk dat de homie Hippie rechtstreeks door is. Dus ik zie jullie waarschijnlijk met lekker eten in mijn handen. Woehoe! Mishandeling! Nice! We zijn op de Meer. De vibe is hier altijd super heerlijk. Jullie zien het. Antwerpen. Hoppakee. En ik ga de traditie verder zetten. De traditie is, elke keer dat ik dit zie, dat ik hier overspring met mijn BMX. En we gaan dat doen in treintje. Hoppakee. Ik, Louis en Grain gaan dat hier doen. Grain is de pussy. Grain is de pussy. Oei, oei, oei. Grain is de pussy. Laat in de comments weten. Grain is ne. Pussy. Ne pussy. Let's go. Woehoe. Opnieuw. Nice, Louis. Nice, merci. Boom. Louis heeft de barspin geland. Ik heb het niet gezien, maar het is wel gebeurd. En het grappige is, de second angle ligt hier. Oh ja. Ga je hem pakken? De second angle. Kijk. Woe. Hoppa. Woe. Nice. Hij niet verwacht. Oké. Dikke vibes op de Meer, dikke vibes. Het is hier wel rustig. Kijk, kom maar. Het is niet diep splinter. Doe keer. Kom maar. Kom maar. Splinter die houdt van zwemmen. Nee. Maar Aussie, die. Mumbai, die houdt nog niet van zwemmen. Dus. Dat is omgekeerd. Je moet daar natuurlijk niet forceren. Wat? De splinter dan niet wil zwemmen. Ja. Normaal. Ah, is normaal omgekeerd? Ja. En hij hebt zoveel zitten trainen dat hij nu opeens nog meer wil zwemmen dan haar. Ja, maar ze durven in het water, maar ze durven gewoon niet zwemmen. Pak aan, Splinter. Kijk, keer nog zes. Wat is er? Pak een keer. Hup. Okay. Damn, check de dikke vibes. Dikke vibes. Woo. Party. Oh, sorry. Dikke vibes, man. Dikke vibes in Antwerpen. Check de vibes. Corona tijdperk is gedaan. Ja, man. Het is hier iets anders op Brussel. Thanks. Woehoe, lekker eten. Wat hebben jij genomen, Louis? Beetje spicy. Beetje spicy. Eet smakelijk, iedereen. Smakelijk. En check trouwens de vibes. Dikke vibes. Bij je plek geweest! Bij je plek geweest! Dat is de baan! Ciao ciao! 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 Sorry voor de shots waar de autofocus niet zo goed was. Ik heb net de beelden bekeken en op sommige shots is de autofocus op bepaalde punten niet oké. En dat sukt. Ik weet niet aan wat het ligt. Ik hoop dat het vuil is op de lens, wat dat kan. Want soms gaat een camera niet goed focussen als er vuil is op de lens. Dus laten we hopen dat het dit is. Als het dit niet is, is mijn lens kapot. Dus ja, helaas, pindakaas. Het is wat het is. Ik heb een super vette dag achter de rug. Ik wil iedereen bedanken die aanwezig was om deze dag zo vet te maken. Shout-out naar jullie allemaal. En ik ga hier de video afsluiten. Ik ben kapot.
pot. Ik ben hier om 1 uur teruggekomen. Het is ondertussen al 3 uur. En ik ben nog altijd niet klaar met editen, maar ik ga nu wel een douche nemen en lekker slapen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Gun die like. Peace out. Tot morgen bij een nieuwe video.